Hij komt. Ah ja. Ja, oké. Okay. Wow. Voilà. Allright. Het is zo. Het is de eerste aflevering ook. Met die, ja, waar ik mijn poelen met samenstelling van 30 terugkerende gasten gebruik. Ja. En deze keer zijn dat Maarten Westra Hoeksema. Ja, ik heb je naam juist en correct uitgesproken. Hoor je mij? Ja. Ik zie je zo kijken alsof van, wat is er aan het gebeuren? Ja, ik weet niet of je al begonnen was, of wat was je aan het doen? Voordat ik begonnen was, was ik nog niet begonnen, denk ik. Ja. Het was zo aan elkaar. Zit. Nee, ja, voilà. Dus ik heb deze keer twee prille dertigers die alle twee bezig zijn met woordkunst en performance gevraagd om te gast te zijn. Ja. Dertigers, toch? Ja, ik dacht, is er een link tussen Kevin Bellemans en Maarten Westra Hoeksema en vandaag heb ik de link gevonden. Ja. Wat is de link? Dat jullie alle twee in de dertig zijn. Voilà. Okay. Dat was een link. Ik heb een link gevonden. Ik word 40, om precies te zijn, dit jaar. Ik ben je wordt 40. Ik word 40, ja. Dus je bent nu nog 39. 39, ja, inderdaad. Ja. Ja. En Maarten is ook 39. Ik ben 40. Net geworden dit jaar. Ah. Dus ook van 80. Ja. Voilà, dus dan is dat de link. Hetzelfde. De jaren 80. Datum. Nee, geboortejaar. Ja. Jij, Louis? Ik ben 20. Oké. Okay. Ja, maar vorig jaar geworden. Ja. Dus van 90. Van 89. Van 99. 99, jeetje. Ja, 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 ja. Ja. Dus dat is dan de link met u dan? Ja. Ja. Dat is onze link dat jij ook jarig bent en verjaardag. Zalig. Voilà, alright. Dus ja, ik ga gewoon beginnen met de intro. Welkom bij Lockdown. Ik ben Louis van Oosthuizen. Ik spreek deze keer met niemand minder dan... Ah. Wie begint er? Begin maar, Kevin. Kevin Bellemans, hallo. Maarten Westhoeksema, hallo. Voilà. Ja, ik heb ook een nieuwe intro-jingle. Ja, ik was de intro-jingle beu, dus ik heb een nieuwe intro-jingle. Die wat anders klinkt en zo, want die is nieuw. Dat is meestal zo, als het een andere jingle is. Ja. Vind je kapot, zo eenzaam en alleen op kot? Ben je depressief? Heb je nood aan lief? Daar kan Louis niet bij helpen. Maar wel de saaiheid wat verhelpen. Met een podcast, een podcast, een podcast, een podcast. Een husse podcast in lockdown. Down, 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 down. Dit is een podcast en hier is uw host, Louis. Voilà. Dat is de intro jingle van deze podcast. Zalig. Ja. Wat ik mij nu net kom af te vragen, Louis, ondertussen. Huh? Terwijl ik aan het luisteren was naar de intro. De lockdown podcast. Maar het is eigenlijk wel een klein beetje gedaan met de lockdown. Niet? We mogen al terug. Ja, maar zolang er maatregelen verzwakt moeten worden, is het nog niet voorbij. Oké. Okay. Ja. Maar we kunnen niet aan de toog gaan zitten van een café bijvoorbeeld. Ja. Dat is lastig, want ik was gisteren naar de straten gegaan, een hip-hop academie in Kortrijk. En ik wilde spreken met Tristan, die achter de toog stond. We moesten echt, ja, zo wat verder van de toog gaan staan om al roepend de conversatie te voeren. Mm-hmm. Dus dan denk ik van, oké, we zijn er toch nog niet helemaal. Ja, nee, dan niet. Maar ik zat gisteren, nee, wacht, eergisteren voor het eerst ook een café gedaan, maar dan een terras, omdat het gewoon weer. Die chance hebben we wel. En ik heb allee, op terras eigenlijk, maar het was ook wel, wacht, eergisteren maandagavond, ja. Was er gewoon niet zo heel veel volk. En dat kwam wel heel dichtbij het oude café, of alleszins toch terrasjesgevoel. Nu, ik moet ook wel zeggen direct daarbij dat ik ook gewoon nog niet de neiging voel om zo direct terug aan een crowded toog te gaan staan of zo. Dat heb ik eigenlijk bij nader inzien niet zo heel hard gemist. Ja. Leeftijdsverschil misschien, hè?
Jawel. Zat ik ook te denken, ja. Klaps. Maarten, ben jij al op café geweest? Ja, een restaurant. Ja. Is toch wel. Ik heb ook al opgetreden in Nederland. Dat mocht alweer. En ik ben ook al op hotel geweest. Dus, in Nederland dan? In de bar gezeten met iedereen. Ja. Ja, er waren maar 30 mensen die mochten komen, maar... Mm-hmm. Dus... Ja, er zijn ook veel afstand tussen de mensen. Veel ja, dat was niet zo... Ja, dat was wel heel leuk, maar ja... Je hebt meer lege stoelen dan volle natuurlijk. Moet iedereen uit elkaar niet zitten. Dus... maar het is wel weer leuk. Ja, mensen... Dat was ook het allereerste optreden in dat theater net 3 maanden. Dus dat was wel... mensen waren wel heel dankbaar. Dat was wel... ja, dat was mooi. Mm-hmm. Ja. Ja, maar ja. Toen ben ik wel die nacht even naar Amsterdam gewandeld. En daar zag ik echt mensen elkaar weer even omhelzen en zo. En vrij zat met z'n allen op de terrassen zitten. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel een prettig uitzicht vond. Ik denk dat het ook goed is dat we geen Chinezen worden. Met respect voor Chinezen, hè. Maar ik bedoel dat het hier geen China wordt, bedoel ik. Ja. Die Mark van Rans zei nu op de radio dat hij hoopte dat de handdruk uit de maatschappij zou gaan. Dat vond ik toch een beetje irritant. Toen dacht ik, Mark, ga niet meer weer naar je gezin. Ja, wel. Ik dacht ook van, want meestal is dat wel een maatstaf om iemand te leren kennen of zo. Een eerste indruk, als je een hand schudt, is toch wel al direct een krachtig signaal of zo. Ja. Of ook helemaal geen kracht. Dat is de eerste handdruk. Ja. Dat ik maak een... Vond ik ook een vreemde uitlaat. Maar ja, kijk. Maar ik heb een beetje het gevoel eigenlijk dat ik een van de weinige linksere mensen ben die echt een schurftekel aan Mark van Ranst heeft. Maar als je een hekel hebt aan Mark van Ranst, dan denk ik dat je Vlaams Belanger bent, maar dat is totaal niet zo. Maar, ja, dat hangt dus ook aan een... Dan zit hij altijd met een kleine erectie. Ja, dat hangt dus wel naar een actueel onderwerp, want ik had vandaag gezien... ik vond dat vreemd, ik vond dat zelf iets vreemds, dat blijkbaar een televisieprogramma... dat 2 maanden geleden werd uitgezonden, toch 2 maanden later nog kan zeggen van ah ja, nee jongens, we gaan het toch uitknippen, want iemand met die mop, die is zo goed kunnen. En dan gaan ze 2 maanden later, omdat het nog online staat, op een online platform, dat we toch nog alsnog uithalen. Dat het al 2 maanden daarop staat, 2 maanden geleden is uitgezonden. En om concreet te gaan, de ideale wereld, had dus een mop gemaakt met Geert Hoste. Geert Hoste had een mondmasker gegaan, Geert Hoste zegt, ja, als het Vlaams Belang zou moeten groeten, dan zou dat toch, een hittegroet zijn. Ja, slechte mop. Vlaams met Vlaams Belang dat het zodanig rechts is. Ja, oké, een beetje cliché. Maar toch, ça va, het is een mop, het is een strategisch programma. Dus ik vind, in dat kader, zou het dan moeten lukken. Maar nu, 2 maanden later, knippen ze dat eruit. Wat vinden jullie daarvan? Moest het eraf van Mark van Ranst? Moest dat van Mark van Ranst? Nee, hij moest van het Vlaams Belang. Ze zei plots van, ah ja, knip die mop eruit. Het is 2 maanden geleden uitgezonden. En nu pas reageren ze dan op van, ja, ik knip het er toch uit. Ja. Ik vond het sowieso een heel slechte mop. Maar dat is dan ook weer het leeftijdsverschil met Geert Hoste, veronderstel ik. Mm-hmm. Maar ik vind dat wel straf dat ze daar dan ook aan toegeven of zo. Want ik heb het vandaag ook gelezen en ik dacht van, jongens, nu dat weer. Ten eerste is het belangrijk genoeg om er gewicht aan te geven, maar blijkbaar vindt de VRT het belangrijk genoeg of toch belangrijk genoeg om excuses te moeten gaan aanbieden, terwijl dat we dan weer in de discussie komen van mogen niet of moeten niet met alles kunnen lachen. En ik heb toch de indruk inderdaad dat we nu echt wel aan het afstevenen zijn op een censuurmaatschappij of zo. Of begint toch zo... Er is nog weinig grijs, heb ik de indruk. Het is echt, het begint meer en meer zwart en wit te zijn. En als je niet zwart of niet wit bent, dan valt het er gewoon tussenuit. En dan neigt naar extreme gedachtegang. En ik vind dat wel beangstigend. Ja, het vroeger had je de cabaretier Wim Kan. En die maakte alle grappen over alle ministers en zo. En ministers waren toen boos als ze niet in een nieuwjaarsconferentie voorkwamen. Het is toch een soort andere... En nu is iedereen boos als er een mopje over ze gemaakt wordt. Wat ik soms ook kan begrijpen, maar... Ja, goed. Ja. Ik vind het wel belangrijk dat het moet kunnen. Tenminste, ja, Reven, die was gelovig. Gerard Reven, de schrijver. En die maakte hele grove grappen over God. En toen vroeg ze hem, waarom doe je dat? En zei hij, ja, God is zo groot dat hij dat wel kan hebben. En dat vond ik wel een intelligente. Of tenminste, dan dacht ik, ja... Het is natuurlijk zo, als je goed in je schoenen staat, niemand
maakt een grap over je, dan vind je dat meestal wel grappig. Maar als je heel onzeker bent over jezelf en iemand maakt een grap over je, dan kan je daardoor onderuit gaan. Ja. Dus eigenlijk is het beter om naar boven te mekken dan naar onder te mekken. Ja, Allah zou ik gaan doen. Ja. Gewoon een trainingspak en sportieve schoenen aandoen en het sportief opvatten, nietwaar? Ja. Ja. Lachen. Ik zal het zelf ook... Ik ga zelf ondertussen koffie is doorgelopen. Ik ga mijn tasje koffie drinken. Ja, oké. Okay. Ja, loop naar je doorgelopen koffie. Oké. Okay. Nee, Maarten... Een ongemakkelijke stilte moet je even houden. Nee, dat is goed. Ik ging toch nog sowieso nog een vraag stellen aan jou over lachen en comedy en zo gesproken. Je hebt nog net te kunnen optreden in Nederland nu terug. Maar daarvoor heb je dus... Ja, als een van de weinige comedians dat toch deden, dacht ik, via Zoom opgetreden. Ja, toen wij elkaar voor het laatst spraken podcast geweest, was je daar nog niet mee begonnen. Ja. Dus ja, hoe is dat verlopen, die Zoom comedy? Ik heb er zelf een bijgewoond ook, maar hoe is dat verlopen? Ja, ik heb goed, ik heb 300 kaarten verkocht en hele goede reacties eigenlijk, voornamelijk. Dus, maar ik vertel ook een verhaal, dus daar kan ik wel over de Zoom. Ik denk als je gewoon echt grapjes maakt, dat het dan lastig wordt. Al was er in Nederland wel een comedy club die dat deed, in Rotterdam, zag ik later. Maar ik heb dat niet bekeken. Ik had er niet, die comedian spraak ook niet zo aan. Ja. Maar was dat eigenlijk veel verschil tussen hoe dat je... Tuurlijk. Hoe de Nederlandse zou spelen? Alleen puur qua materiaal gezien, niet hoe dat publiek is. Maar puur materiaal gezien zat er veel verschil tussen de Zoom-versie als de versie die je nu in Nederland speelt. Ja, ik heb de Zoom-versie, daar zitten wat minder, daar heb ik iets ingekort. En er zitten wat minder grappen in. Ja. Ik dacht, het moet echt verhaal gedreven zijn. Zodat je bijna een podcast ook hebt, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat was het idee. Ja, dus je echt grapjes gaat maken naar je publiek, dat wordt een beetje ongemakkelijk zijn geworden, denk ik. Ja. Maar ik heb dat één keer bijgewoond, zo'n Zoom-optreden van jou. En toen was je wel bezig met zo even toch iemand die weer kende, die was aan het kijken. Heb je toch zo kort opgezegd, zo van, je zit daar zo te kijken. Of zoiets. Maar dan rappig, dan is het gewoon zo te kijken, maar het is ook al 2 maanden geleden natuurlijk dat ik heb gezien. Ik weet niet meer exact wat je zei. Maar toch dat je toch wel de interactie met het publiek, zonder wederwoord, toch opzocht. Ja. Wel op, ook weer de Zoom-versie. Ja, een beetje hier en nu. Ik vond het leuk aan die Zoom, want ik volgde zelf een soort cursus op Zoom. Dat je steeds met 20 dezelfde mensen gedicht las. Elke avond. Mm-hmm. Ik vond dat hele hier en nu en het idee dat iedereen zichtbaar was. En iedereen op dat moment online was. Ik vond het wel een heel fijn idee. Of iets verbindends hebben. Toen dacht ik, ja, dat moet ook met een voorstelling kunnen. En dat ging met dit ding wel, denk ik. Dus ja. Ja, dus, maar ik heb wel kleine groepen gehouden, maximaal 50. Omdat ik dan toch een soort exclusief gevoel wilde houden. En dat was wel leuk. Het was wel leerzaam. En omdat je geen lach hoort, ga je ook anders spelen. Dus dan ga je meer op de dynamiek zitten. En dat was wel interessant. Maar ik heb nu van nu ook wel heel fijn om weer voor het publiek te spelen. Kunnen we dat nog gaan bekijken, Maarten? Ik ben wel eigenlijk curieus om dat te zien. Nee, ik heb nu al voor het publiek gespeeld en nu ga ik aan Amerika beginnen. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Maar ik ga waarschijnlijk al de allereerste try-out van de nieuwe in augustus doen. Maar dan gaan we morgen die knoop doorhaken. Dus, Ja, want dan kun je wel al een theater, dacht ik, bij met 200 man vanaf juli in België is ook terug toegelaten. Ja. Bas Birker, die gaat geloof ik al 1 over 12 in de aarde. Ja. Alex Agnew en... Ja, inderdaad. De eerste show is de titel van het evenement in de Arenberg. Want je was op het geniale idee gekomen van oké, 1 juli, het kan terug. En om 12:01 gaan ze inderdaad een comedy voorstelling doen. Ja, eigenlijk omdat het dan al kan. Ja. Ja, klopt. Ja. Ik ga er niet naartoe. Geen kaartje. Ja. Ja, ik ben benieuwd dat ik om 12:00 s'nachts naar comedy wil gaan kijken. Ja, het is uitverkocht meteen al. Dus ja. 200 man, ja toch wel, ja. Ja, en ik ga me afgezien die mensen die om 12:00 s'nachts naar performance willen gaan. Ja. Zit serieus in, Kevin, om 12:00 s'nachts optreden?
Ja, tuurlijk wel. Zeer zeker. Ja. Ja, je moet gewoon zien dat je dat nog niet piekt. Dat je je energie nog een beetje verdeelt en houdt. Dat het bijvoorbeeld niet 6 uur 's avonds is en dat je zoiets zit van, oh nee, daar gaat mijn energie. En nu? Ja, een beetje slapen en dan opstaan om, ik weet niet, 11:30 of 11 uur en dan aan de slag. Ja. Dat ben je dat kan denken. Ik had u gevraagd voor de hemelvaartmarathon een tijdje geleden. En toen liet je de volgende dag weten dat je op het strand in slaap was gevallen of zo. Ja. Ja. Dus stond ik maar half van wat je bedoelde. Of ben je echt op het strand in slaap gevallen? Mhm. Wat vind ik als een op het strand? Ja, op het strand, op het zand van het strand. Ja. Maar, ja, maar lag het dan niet? Van die zeelucht, hè, van dat zilt, je kunt daar echt zo kloppen van krijgen. Hè, dan ineens gewoon in slaap vallen. Zalig. Is dat lang geleden? Nee, dat is niet lang geleden. Nee, heb je dat lang gelegen? Ja, toch wel een paar uur. Hè. Toch wel een paar uur, ja. Ja. Goed, slapen. Zalig. Oké. Okay. Ja. Ja, sorry, ja. Ook, dat vind ik ook het vervelende van dat Zoom-ding. Blijft virtueel, hè. Ik zou echt zeggen, pak de koekje in de tas koffie. Er is nog koffie, maar dat gaat dus niet. Dus ik ben nu als enige koffie aan het drinken. Hè. Ja, ja. Ik heb gisteren trouwens ook bevestigd gekregen. Na de lockdown kreeg ik een eigen opnamestudio in de straten in Kortrijk. Dus dan heb ik een eigen podcaststudio, waar ik echt mensen kan ontvangen met chocoladetaart en zo. Want dat ben ik voor jou, Kevin, chocoladetaart. Dus voilà, ik ga een eigen studio hebben binnenkort. Zelfgemaakte chocoladetaarten. Ja, ik ga mijn best doen. Oké. Ik kan niet beloven dat het heel goed gaat lukken, want ik kook niet heel veel. Ik heb vandaag nog pasta gemaakt, ja. Dat kan ik nog. Pasta maken. Pasta, chocoladetaart, weet je. Ja. Nee, ik heb pasta met pesto en kaas. Veel kaas. Ja, dat kan ik maken. Maar chocoladetaart ga ik moeten opzoeken, maar het zal wel lukken. Ja. Ja, vooral als het... Ja? Ja. Ben je iemand die kookt met een recept, of doe je maar zomaar iets? Ik was voor de lockdown, voor het ganse corona-vehikel, beginnen kooklessen volgen op de COVID. Dat is hier in Anderlecht, dat is zo avondschool voor volwassenen. En ik zat in mijn tweede semester, in mijn tweede, hoe noemt dat? De tweede formule, dat je werkt één formule af en dan moet je overgaan naar de volgende klas. En dat was dan koude keuken, dat is vooral salades en vinaigrettes en dergelijke. Alles wat niet warm is in feite. En dat is dan ook abrupt gestopt door de coronacrisis. En dan hadden ze het idee opgevat om toch iets te doen en dus ook via Zoom kooklessen te gaan geven. Dat is dan uiteindelijk gereduceerd tot praten over eten maken. En ik heb daar niet aan meegedaan, omdat ik dat echt een heel, heel bizar en absurd idee vind om zo... Ja. Gewoon met 8 à 10 mensen praten over hoe dat je iets zou klaarmaken. Jij hebt ook heel veel altijd ego's op het Instagram... Koch Kevin, is dat dan dat idee daar ook door ontstaan? Nee, dat was daar nog voor. Dat was gewoon een ideetje van koken in quarantaine met Koch Kevin. Gewoon ervan uitgaande dat je al je eten dat je nog liggen had in de kast, omdat je dan toch ook niet mocht gaan winkelen of zo. Dat je dus heel creatief moest omgaan met het rantsoen dat je nog had liggen in de kast. Ja. Maar godzijdank is dat eigenlijk nooit echt van tel geweest. Hè. Ze hebben altijd toch nog ruimschoots kunnen gaan winkelen en zo. Dus. Mm-hmm. Ja, hoe drink je je koffie eigenlijk? Vraag ik me ook af, want je hebt al veel over koffie gesproken ook. Zwart als een nacht. Ja. En straks als ze begint te werken, dan wordt het kot te klein. Koffieangst. Wat koffieangst? Koffieangst, ja. Ken je dat niet? Hoogt? Nee. Als je te veel koffie drinkt, gelijk ik nu weer al, want ja... Ik kan dan heel veel koffie drinken ineens en dan begint dat te werken. En dan kunnen ze toch hebben dat u de zenuwen bevallen of zo. Dat je zoiets hebt van, ik weet niet, er is iets. Ik voel mij precies een beetje oeh. Maar dat komt dan gewoon door te veel koffie. Ja. Ja. Mm-hmm. Is dat herkenbaar voor jou, Maarten? Nee.
Nee, drink je koffie? Of ben je niet echt zo'n koffiedrinker? Ik drink heel veel koffie eigenlijk, ja. Maar ik word er nooit zenuwachtig van. Nee. Het is rustig af en toe. Dat is het omgekeerde effect, lijkt mij. Ja, want het is nu ook niet zo dat ik koffie voor het slapen ga nemen. Maar, nou, dat is dan gewoon heel zwarte thee of zo. Ja, of hele theeachtige koffie. Ja. Want in principe is koffie toch ook een soort van thee, hè? Ja, we hebben nu ook net zo'n, we hebben net verhuisd, we hebben zo'n Mokka Master gekocht. En dat is eigenlijk zo de Rolls Royce van de koffiemachines. Dat moest van, ja, weet ik veel wat zeggen, dat zeiden de hipsters. En ik luister graag naar hipsters. Ze hebben alle soorten koffiebonen gekocht. Maar zo'n koffiezetapparaat, ik kan wel even laten zien, kost geld gewoon. Maar het is wel mooi op zich. Maar dan weet je ook dat ik gewoon ook een hele hippe kamperietje heb. Zie je? Oké. Okay. Ja. Dat is dan slow koffie. Wat zei je? Slow koffie, niet? Ja, slow koffie. Hè? En vaak die hipster koffie is ook vaak net thee natuurlijk. Ja. Want die bonen dan niet zo heftig gebrand zijn. Uh-huh. Mijn vriendin heeft gewoon Jacques Mot en dat vind ik eigenlijk ook de lekkerste. Ik zag het nu ook bij jou, Kevin. En, dat, ik vind, ik kan er niet aan doen, maar dat is het. Het is te subtiel. Ja, dat is het. Het is te subtiel of te intens. De Jacques Mot. Ja? Ja, er staat mokka, absolu. En de intensiteit staat wel inderdaad op schaal van 0 naar 10, wel op 9. Dus misschien is dat gewoon het probleem. Dat is vrij intens, ja. Met mijn lief komt dat het Jacques Mot subtiel. Ik had een keer mogelijk intens gekocht, maar dat was te intens voor haar. Ja. Ja, kijk, het ligt er ook niet om met. Ze hebben het ook op het pakketje gezet, dus eigenlijk kunnen we niet klagen als je dan... Nee, ja. En ik drink ook altijd subtiel. Subtiele man ben ik. Ja. Ik absoluut wel. Dus vandaar... Subtiele man, hè? Ja. Als ik koffie drink, dan drink ik hem absoluut. Ja. Mm-hmm. En hoe je het oplost, koffie? Nee. Ik denk dat er niet echt iets mee op te lossen valt. Dus, ja. Dat was... Huh? Zeg, en hoe drink jij je koffie dan, Louis? Als ik occasioneel koffie drink, occasioneel, ja. Ik denk dat Louis koffie verkeerd drinkt. Ik drink niet veel koffie. Nee, ik drink wel melk. Ja, verkeerd is, ja. Een paar druppeltjes koffie erbij en ja. Mm-hmm. Lekker. Ja, dat maar als ik koffie drink, dan doe ik ook heel veel melk mee. Dus ja. Dat is niet verkeerd, hè? Ja. Ik zei het. Dat is hem. Dat is de verkeerde koffie, hè? Ja. Of is het eerder nog een cappuccino? Ik weet totaal niet wat het zijn is, moet ik zeggen. Ik ben niet zo'n koffiekenner. Dan ben jij helemaal geen hipster, Louis. Nee. Dan val je uit de hipsterboot. Ja. En okay. Liever slow koffie of quick koffie? Nespresso, dat is gewoon dingetje erin en dan... Zet een snelle koffie. Dat is heel snel. Ja. Dat is echt niet hip. Helemaal niet, sorry. Als je een hipster je Nespresso machine laat zien, dan scheert hij voor straf je snor af. Ah, jezus. Ik heb het zo lang gespaard. Ja. Maar het ganse hipster ding, mm-hmm. Wat zijn ze nu nog? Want ik heb al gemerkt dat ook het hipsterisme gewoon gaandeweg is veranderd. Want vroeger, een paar jaar terug of zo, waren het dan voornamelijk houthakkershemden en lange stevige baarden en kleine mutsjes en bretellen en zo. En ik heb de indruk dat dat nu meer jaren 90 parachutestoffen trainingen zijn en dergelijke. Ja, die broeken, hè? Die Seinfeld-broeken eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Mama jeans of zoiets. Mama jeans. Ja, ik heb ook net derde jeans gekocht. Ja? Dus mijn broer zei, je hebt een derde jeans gekocht. En ik denk dat ik iets hips had gekocht. Maar dat was dus, zeg, gewoon eigenlijk zonder vorm erin. Ja.
Heel duur. Ook heel duur, ja. Ik laat me altijd even dure dingen aanpraten. Dat is ook heel hip natuurlijk, dat is belangrijk. Alhoewel, nee, dat bedoel ik. Ik ben niet meer dure dingen aan te hebben, maar dat mensen niet kunnen zien dat ze duur zijn. Juist, ja. Ja, van hey, ik ben wel rijk, maar ik laat het niet zien. Oké. Nou, wacht even hoor. Nog een blikje. Ja, hallo. Oh. Wacht even hoor. Ik zit midden in een podcast. Dat is met de regisseur. Ja. Ja, vanaf keer dat kan allemaal. Ja, allemaal. Je gaat het niet met de bal, Vins. Ja. Okay. Dat is de moderne communicatie, Louis. Zo gaat dat nu eenmaal. Mm-hmm. Ja, wat ik eerst zag is aan mijn bril. Heel veel was dat ik niet kon keuzen. Dus ik denk om mijn lens in te steken. Ja, dus ik ben direct terug. Wacht, dan ben je alleen. Shit. Ja. Kevin, zeg, je bent goed in teksten voordragen, hè? Ja, maar wacht. Maar kijk, nu zijn we terug met twee. Maar, ja, nee, voilà. Ik ben in 20 seconden terug. Wat ja, het is spannend. Voor, om te weten, is dit, zijn wij nu... Is dit, wacht, gaat dit beluisterd worden puur... hoe zou ik zeggen? Dus puur beluistering? Of... Dit komt zowel op de podcast-apps als op YouTube. Ah, oké. Okay, dus we moeten echt wel toch een beetje zien hoe dat we ons gedragen en zo. Nee. Hier aanhouden op zich. Ja. Ja, te zeggen, ja, nu imago denk ik dan wel, maar ja, op zich. Wow. Het is te zeggen. Doe je wat je wilt. Ja, ik maak de meest vrije podcast van Vlaanderen. Maar luisteren er mensen naar? Hm? Ja, middel te kleine 100. Ja, dat is weinig, maar dat is iets. Ik vind het vaak wel minder of beter met dit soort dingen. Ja. Mm-hmm. Ja, maar ik ben direct terug en zo. Oké. Okay. Reclame. Zo even het broodje van de plaatselijke broodjeszaak. Waar is Jeroen? Waar is Louis heen nu? Louis is wacht, wat was hem? Hij ging zijn lenzen insteken. Ah ja. Je ziet de bril... wie die voor zich heeft. Ja. Omdat we dan toch vooral aan het praten zijn, toch even die lenzen gaan insteken. Ja. Dus we hebben een ongemakkelijke stilte proberen te houden. Het komt wel te gemakkelijk over. Ja, hij begint ongemakkelijk te worden. Dus. Dat probeer ik nog meer terugkomt nu. Als ik nu ook wegga, dan wordt het wel heel ongemakkelijk voor u natuurlijk. Hè? Ja, ga ik gewoon even koffie zetten. Ik heb nu zin in koffie gekregen. Ja. Het voelt als ik even koffie ga zetten. Ja, tuurlijk. Geen probleem. Ik kan ondertussen wel bijvoorbeeld... Ik ga snel iets doen. Aangezien dat ik nu toch weet dat het ook bekeken wordt. Ik kom terug en dan mag jij koffie gaan zetten. Maar wat ga jij doen? Kijk, verrassing. Complete verrassing. Maar ga je... Maar nu ben ik hier helemaal alleen. Nee, ga even aan de slag. Gewoon ver. Ja, oké. Hè? Wauw. Ja. Dus... Aight. En daar. Dat was even ongemakkelijk. Ja. Lijkt op een vogel. Ja, wie dat is. Is dat Maarten of is dat Kevin? Haha. Haha. Nu wordt het verwarrend natuurlijk. Ja. Ik ga ook nog een tasje koffie gaan halen, Louis. Wacht even. Hè. Ja. Ik ga koffie zetten, Louis. Oké. Okay. Ça va? Ja, dus voilà. Dit is nog steeds een podcast. Ja, ik zou zeggen, we draaien nog een jingle of zo. Wat? Louis, dit is de podcast van... Ah, Louis. Bam. Ja, timing. One in the bank. Voilà.
Uit. Nee, je hebt een pestmasker aan. Ja, inderdaad. Ik dacht, dat is wel van toepassing of zo. Allee, dat is wel toepasselijk. Want dat waren inderdaad de maskers dat ze droegen destijds van de Spaanse griep, hè. Ja, ik vond mij wel af dat dat hielp, want ja. Maar ook de pest, de zwarte dood en zo. Ja, ja, ja. Maar hoe hielp dat als dat van boven gewoon open is? Nee, van onder gewoon open is, dan helpt het toch niet echt? Ik denk dat ze droegen dat niet om allee, tegen besmetting of zo. Ik denk dat gewoon... Ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed waarom dat ze dat inderdaad droegen. Dat is een goede vraag. Misschien moeten we dat toch eens gaan opzoeken. Om zo uit te drijven. Zoals je vroeger de duivel kon uitdrijven, de ziekte uitdrijven met een masker. Ik weet niet of om mensen op afstand te houden of zo, van blijft weg van mij of zo. Omdat die neus zo lang is. Dat is toch al de afstand van die neus bewaren. Wel, dat is toch al een serieuze afstand. Hè? Dat is toch al... 1,5 meter. Ja, dan nu nog net niet. Dat net niet. Maar het komt aardig in de buurt. Ja. Oké, dan is 6 maart een koffie aan het maken. Ja. Dus de kijkers kunnen ook slow koffie zien bereid worden. Blijkbaar. Ja. Ik ben benieuwd of ik nu ook heel zenuwachtig ga worden. Ja. Zijn er iemand een soort van een vreemde... Kookshow en dan ook een gesprek met ik en Kevin momenteel. Dat is wat er nu gaande is. Maar ik vind. Wel, maar. Inderdaad, terwijl Maarten dus heel slow koffie aan het zetten is, kunnen we het daar inderdaad even over hebben, want dat is ondertussen een heel schoon voorbeeld. Alleszins, ik heb dat toch wel een beetje ondervonden. Dat is misschien ook de reden waarom ik niet zo sta te jubelen om terug in een druk café te gaan staan of zo, of winkels, ja. Dit of dat. Omdat ik toch ook wel ergens tot de conclusie gekomen ben dat het gewoon ook vooral heel fijn was om niet aan de rat race te moeten meedoen en zo niet te moeten en niet constant iedere dag ra, 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 ra. Soms word je daar dan ook slot van, omdat het gewoon te weinig is, maar een keer dat je daar je overzet... ik heb gewoon gemerkt dat alles een pak rustiger aandoen en kalmer aandoen, dat eigenlijk helemaal niet slecht is in feite. Vandaar ook inderdaad, past heel goed in het hokje slow koffie. Slow, alles slow. Slow. Ja. Maar deze gaat binnen 6 minuten. Ah, ja. Is podcast nu ook een vorm van slow radio, uiteindelijk? Dat wel. Ik was vroeger altijd gek dat in Nederland een radiozender en die heette Talk Radio. En daar praten mensen alleen maar op. En daar luister ik de hele dag naar, vond het fantastisch. Maar dat is failliet. Ja. Dus het business radio geworden, daar luisterde ik niet graag naar. Maar het zakelijk is. Ik eerlijk zeggen, nooit naar podcasts. Ik kom daar niet in. Jij? Ja. Nee, wel, nee, inderdaad. En nochtans, het blijkt wel... razend interessant te zijn of zo, maar ik denk dat op dat vlak... dat is ook daarom dat ik altijd zo wat twijfel, of als Louis mij dat vraagt, dat ik zoiets heb van, goh, ja, oké, we zullen daar dan maar wat leuteren of zo. Maar ik denk dat ik gewoon echt... Maar dat zit in mijn nerveuze aard of in mijn ADHD-aard, dat er snel moet dingen veranderen of zo, omdat anders mijn aandacht weggaat. Maar ik ben wel fan van ja, radio, dus op... Ik bedoel, dus dat er af en toe gewoon een liedje is om de boel te breken en om dan daarna weer verder te gaan, dat helpt mij wel. Allee, ik vind dat wel een reuze leuke verademing. Want alleen maar zo... Ja, mensen die babbelen, ik zeg, dat kan heel, heel rustgevend zijn, maar je kunt daar ook al snel van in slaap vallen, wat dat ook heel leuk en interessant kan zijn, natuurlijk. Mm-hmm. En er zijn ook mensen die dat beluisteren voor het slapen gaan, heb ik gemerkt. Omdat ik heb een app... En ik heb gezien onlangs op die app, dus dat is de Google Podcast app, die hebben dus echt een functie. Ik vond, ja, en dat maakte mij duidelijk dat mensen dus ook voor het slapen gaan naar zulke dingen luisteren. Want die functie is dus echt, er zit dan zo een maandje bij. Een maandje, dus dat wil zeggen van ja, zo voor te slapen. Dus bijvoorbeeld, zie je dat maandje daar? Mm-hmm. Als je daarop klikt, kun je zeggen van einde van deze aflevering, en staat op slaaptimer. Dat is een slaaptimer, en je kunt zelf zeggen van over... na zoveel minuten moet de podcast vanzelf stoppen met spelen. Ja,
Dus ik, ja, mensen denken van, oké, okay, ik ga luisteren naar 10 minuutjes naar een podcast, en na 10 minuten stopt dat vanzelf. En als ik in slaap ben gevallen, gaat dat niet door blijven spelen. Ja. Ja, dat is dus best meer, want ik had het vroeger ook, dat ik de Remco Kamper, de schrijver, die las zijn eigen boeken voor. Maar die deed het zo saai, en ik had echt die luisterboeken, ik viel altijd in slaap. Het is me nooit gelukt om het uit te luisteren. Eigenlijk is dat nu een heel goed idee, want ik slaap luisteren slecht. Want nu kijk ik, dat is ook wel grappig, nu kijk ik naar de serie Comorra om slaap te vallen. Het Italiaans of zo, dus ik... Dus dan lig ik, ja, dan val ik in slaap. Ja, en ik lig te slapen. Ik kon het moeilijk bij een slaap vallen, want dat vond ik wel een heel sterke reeks eigenlijk. Ja, dat is nu het probleem, dat ik het nu te spannend aan het worden vind. Maar ik ben nu net in de tweede serie begonnen, of de tweede. Maar die heeft trouwens hebben een nieuwe reeks ook gemaakt. Die hebben ook net geleerd, 000. Die is fantastisch ook. Ja, het gaat ook maar over de internationale cocaïnehandel. Zo dus ook Italië en... nou ja. En ook Netflix of Nee, voor mij is het gewoon op NPO 1, is in Nederland is zeker te zien. Torrents zijn er ook, heb ik wel van horen zeggen, dat ze illegaal tot aan hebben. België weet ik het eigenlijk niet waar. Niet op Netflix, maar wel zeker te verkrijgen. Misschien op Canvas of zo zou kunnen. Mm. Louis die knikt, dus die weet vast waar je hem kan vinden in België. Nee, maar we gaan denken van, ik moet dat onthouden. Ja. 00, ik heb er echt heel hard van genoten. Dat is, ja, maar, ik had Gamora eigenlijk al gezien, maar ik dacht, ik ga weer opnieuw. Want ik ben oud, weet je wel, slecht geheugen. Dus... Ja. Gamora is wel, je hebt er wel een paar hele grote clichés. Namelijk zo die gangster die dan de hele dag het Requiem van Mozart aan het luisteren is. Dan denk ik, ja, dat is echt, dit zeg ik bijna... Requiem van Mozart, hoe gaat dat? Requiem van klassieke muziek van over de dood. Ja. En hij zit dan zo... Ja, van die donkere muziek zo. Van die donkere klassieke muziek. Ja, en dan denk ik ook van, ja, ja. Oké, okay, nu is het slechter. Hij moet nog net geen kat gaan aaien nu. Dikke sigaar erbij. Ja, die vrouw van de gangster, die vindt op een gegeven moment een grote hond op straat. En die loopt dan altijd zo met die hond, dat is ook weer zo'n cliché. En dan aait ze die hond ook. Maar goed, ik kon het hebben. Ja, ja. Nou, een hele goede serie wel. Ik vind het een van de betere, maar ik weet niet wat het is. Maar ik heb een soort grote voorliefde voor maffia-series. Ik kijk ook elke avond met mijn vriendin weer de Sopranos. Maar het is al de zesde keer dat ik de hele serie zie. Ik vind dat zo fantastisch, maar... Ja, ja. Wat zou dat zijn? Zou het eigenlijk de sociopaat in mij zijn die graag bevestiging wil af en toe? Ik heb daar ook wel eens een opiniestuk over gelezen of zo, omdat dat inderdaad aanslaat. Ik denk dat heel veel mensen daar gewoon naar kijken en dat interessant vinden, omdat dat dus de outlaws van deze wereld zijn, dat eigenlijk de mensen zijn die dikke fuck you zeggen tegen het systeem eigenlijk. En dat eigenlijk het meeste aanspreekt van die mensen doen wel, ook al is het natuurlijk niet zo fraai allemaal, en ook al kwetsen ze heel wat medemensen, maar ze doen wel hun ding zonder zich echt veel aan te trekken van anderen of laat staan de wet. En dat zou blijkbaar wel het interessante zijn van de mens die dan geen maffia is, wel zoiets heeft van ja, dat lijkt me wel iets. Dat moet wel eens tof zijn om af en toe eens dit te kunnen doen, of gewoon ja. Nou, dat is ook wel wat mijn vriendin zei gisteren ook. Wie wordt er nou verliefd op Tony Soprano? Meer vanwege wat hij allemaal deed. Zo. Mm-hmm. Dat vind ik, ja, dus ik ken het toch eens heel, heel aantrekkelijk zo, zo'n gangster. Voor vrouwen ook. Ja, want dat is ook een cliché op zich, maar blijkbaar, of het zou toch er iets mee te maken hebben, dat vrouwen echt wel, of nee, ho, niet veralgemenend, maar dat bepaalde vrouwen wel echt vallen op bad boys, omdat ze dan echt wel denken ook van, ik ga hem veranderen, ik ga dat kunnen, ik ga hem kunnen de goede richting uitsturen of ja, zo. En omgekeerd denk je dat dat niet zo is? Dat er mannen zijn die denken, ja. Ik ga die vrouw een goede richting opsturen. Tuurlijk wel. Tuurlijk, ja, uiteraard. Ja. Maar, allee, er zijn nu eenmaal meer, denk ik toch, ik wil ook helemaal niet seksistisch klinken, maar ik denk dat er wel veel meer mannelijke maffia-kliks bestaan als dat er vrouwelijke zijn of zo. Allee, ja, heb ik of, toch... of veel meer vrouwelijke, maar dat het zo goed doen dat wij niet doorhebben. Ja, als ze tien zijn. Dat achter elke grote, sterke maffia-man uiteraard een nog veel sterkere... Ja. Ja, wat mij opvalt als ik naar een podcast kijk,
dat er grappig mannen te gasten zijn dan vrouwen. Maar ik tot constatatie kwam dat vrouwen minder grap aandacht willen hebben. Dus misschien zijn de vrouwenmafia gewoon, ja, subtieler. En valt daarom niet op dat er ook een hele vrouwenmafia is. Omdat die minder grootste dingen willen doen, maar toch... Ik heb alleszins nog nooit een scène gezien in een maffiafilm of een reeks waar dat er zo een hele grote, lange, ovale, blinkende tafel is met allemaal vrouwen aan, snap je? Het zijn meestal allemaal sigaarrokende mannen met zo'n... Ja, Gamora is dus die vrouw van die baas, die neemt het dan over even. Ja. Op een harde manier. Ja. Maar die laat niemand zelfmoord plegen. Dat is van zo, hey, weet je wel. Die wil het zelf niet doen, dus die zegt... Pleeg dan maar gewoon zelfmoord. En dan, Ja. Ja, dat is nog iets, net dat ietsje... Gemener. Gewiekster. Die vrouwen. Stel ik op deze podcast ook helemaal geen vrouwen kijken. Ja, en ik had dat zien, volgens mijn YouTube-statistieken is 100% van mijn publiek mannelijk. Ja. Ja, maar ook tussen de 25 en de 34. Hmm. Ja, ik ben 20, dus we zeggen dat mensen die ik ken, niet luisteren. Nou, het grootste deel van mijn publiek is vrouwelijk. Ook tussen de 25 en 35. Dat is echt heel opvallend. Iedereen zegt dat, hoe kan dat? Ja, ik weet het zelf ook niet, maar... Misschien snijd jij gewoon de juiste onderwerpen aan, hè? Dat is ook zo. Voor zijn jij tired of being young. En het gaat over het er niet in slagen om volwassen te worden volgens de maatstaven. En dat speelt misschien bij vrouwen nog iets harder dan bij mannen zou kunnen. Ja. Ja. Ook omdat van vrouwen alles gevraagd wordt. Hè. Van hun wordt nog altijd gevraagd of ze kinderen willen. Of ze, dat moeten ze snel kunnen krijgen van de maatschappij. En ze moeten ook nog eens een carrière van de maatschappij. En dan ook nog eens een leuke man. Dus ja, die hebben het helemaal moeilijk. Ja, heb jij kinderen, Maarten? Nee, ik wil ze wel heel graag. Heb jij kinderen, Kevin? Nee, ook niet. Het is er, laat ons zeggen, nog niet van gekomen. Maar ik moet wel zeggen, is het dan ook het cliché? Of is dat dan iets dat misschien, omdat ik tegen de 40 aanloop, dat ik mij steeds meer en meer begin af te vragen of dat ik dat toch wel ambieer of zo? Hmm. Ja. Uiteindelijk. Op filosofisch vlak of echt op concreet vlak? Meer van, wil ik iemand op de wereld zetten of meer wil ik die 10 jaar... Goh, maar dat is wel, maar kijk, ja, inderdaad, als je, dat is dan weer gans discussie van is het nu net wel egoïstisch of nu net niet egoïstisch om kinderen te maken? En vooral de dag van vandaag, het lijkt mij ook gewoon... Een angstige tijd om momenteel zwanger te zijn of te weten dat je kinderen gaat op de wereld zetten. Maar dat heeft nog nooit de mensheid gestopt ten tijde van de oorlog en van dit en dat. Dus er zal altijd wel iets zijn of zo. Conclusie, het is nooit de ideale moment om een kind op de wereld te zetten. Het gewoon gezien de luiers dus eigenlijk. Dat is echt... Ja. Nee. Serieus. Allee, ik denk dat iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken. Maar ik denk dat je wel... Een serieus iets mist in het leven. Allee, mist. Dat je wel een speciale, een heel speciale ervaring overslaat als je dat niet doet of zo. Ja. En Louis, ben jij kinderen? Ik ben nu 20, dus ik zou er nu nog niet direct aan beginnen. Hoe oud vind je dat iemand moet zijn als je kinderen begint? 30, 40. 30 of... Ja, er zit 10 jaar tussen, Louis. Ja. Ja, tussen de 30 en de 40. Wat zijn voor kinderen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Hm? Vind je dat wij te oud zijn om aan kinderen te beginnen? Of vind je dat, zou je dat nog normaal vinden? Zo, wat toch nog? Ja? Nee, dat Louis? Nee, maar hij is al 40, dus hij is al te oud. Maar Kevin, zo, wat toch nog? Ja. Goed, wacht. Ah ja, 1 jaar, dat maakt het 40. 40 is echt, dat is gewoon te oud. Dus ik moet eigenlijk nu, as we speak, gewoon aan kinderen beginnen in feite. Ja. Ja, oké. Okay. Zal Lucas... Ga je het met kunstmatige of ga je nu gewoon ik ga ook even koffie halen nu ik heb het toch weg is. Ja, okay. Zie je me nog? Nee, ik zie je. Ja. Nee, ook in dit geval vind ik dus dat kinderen maken sowieso mag ook wel slow gebeuren, dat hoeft allemaal niet snel. Ook dat vind ik hip.
dat moet ook hip kunnen zijn. Kinderen maken moet kunnen hip zijn en dus gewoon, ja, op zijn slow kinderen maken. Ja, dat vind ik ook. Want ik heb zo nu net anderhalf jaar ben ik met mijn vriendin. En we zijn allebei, ik ben 40, zij is 36 bijna. Ze is nog 35. Men zou verwachten, ja, dan moet je er maar meteen snel aan beginnen. Maar zoals ik ook niet meer. Maar dat vind ik ook een domme gedachte om het zo te doen. Ja. En nee, wacht, uw vriendin is 35. Ja, dan heb je nog 5 jaar. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet zo goed. Iedere vrouw is anders, hè. Sommigen kunnen op een 60ste nog zwanger worden, doen. Ja, dat is waar. Het is blijkbaar wel niet de meest ideale, allee, dan voornamelijk lichamelijk en zo, zou dat dan toch niet zo heel interessant zijn, maar het kan blijkbaar wel. Het hangt er allemaal een beetje vanaf. Ik heb een vrouw, die, ja, nogal wat gezettige vrouw, en die was opeens, die had ongelooflijke buikpijn en toen kreeg ze een kind. Ja. Wacht, dus ze kreeg buikpijn toen kreeg ze een kind. Ja, dus die was al zwanger, maar ze had het niet door, want ze dacht, joh, gewoon dik. Ja. Wacht, toen is een kind, toen was ze terug mager, of? Nee, ja, de vetrollen waren toen ook weg. Nee, ze had zoveel vetrollen, dat je die zwakkere buik niet zag. Ah, ja. Ik weet niet of ik heel verhaal ophangen ben, maar ik vond hem wel op een benzinestation, PC. Moet je maar eens googlen. Mijn goed. Maar niet direct, nee. Ja? Nee. Maar dat doen we wel denken aan, ik vraag ook nog elke keer in elke aflevering een opdracht aan de gast dat we doen in de volgende aflevering. En dus in de volgende aflevering was de opdracht dat ik zelf mocht kiezen. Dus omdat ik kreeg twee opties. Ja, twee opties. Of dan moest ik mijn zoekgeschiedenis tonen. En dan moest ik denken aan Arjen Koekoelen, ja, zoekgeschiedenis tonen. Oftewel moest ik 3 keer hard op mijn gezicht slaan. Hmm. Ja. Wat vinden jullie dat ik moet doen? Twee opties. Ik heb het al, maar ik zeg het al iedere keer, hè. Louis, dat is toch al 2 keer, dus in totaal. Een verse chocoladetaart maken. Ja. Ja. Nee, maar dat is de volgende aflevering. Hmm. Ah, wel, ja. We geven er gewoon een derde keuze bij nu. Dus of je moet zien, of niet. Of een zwaar appeltaart, of wij zijn dingen, een chocoladetaart maken. Ja, ik vind een chocoladetaart maken persoonlijk een meer positieve boodschap dan zelfpijniging of vernedering door dus inderdaad je zoekgeschiedenis. Want we weten allemaal dat we dus uit de lockdown komen en zo, dus we weten dat er heel veel naar porno is gesurfd geweest, dus dat gaat gewoon compleet vernederend zijn. Nee, maar dat doe ik op incognito-modus, dus dat staat niet in mijn zoekgeschiedenis. Ah, oké. Okay. Ja, ik weet niet hoe dat moet, dus bij mij zou het sowieso zeer vernederend zijn. Ja, maar het is zo raar dat dat vernederend is. Toch? Iedereen kent porno. Het hangt ook niet vanaf wat, hè. Ik bedoel, als je nou bijvoorbeeld kinderporno kijkt, dan is dat misschien wel wat vernederend. Goh, hooguit gênant. Sorry, even. Ik kan het doen. Het was een kadertje. Maar ja. In Nederland had je die presentatrice. Ja. Patricia Pai. En ja, die had zich laten plassen. Maar dat was gefilmd en dat filmpje was viral gegaan. Wat is er dan? Dat filmpje was viral gegaan. Nee, maar ik heb de volgende zin niet gehoord. Dus wat deed Patricia Pai? Dat plasseks gehad. Ze was in haar gezicht geplast door een man. Die had dat gefilmd. Maar dat filmpje was viral gegaan en haar hele reputatie was kapot daardoor. Maar die dacht ik, ja, maar wat heeft ze nou werkelijk verkeerd gedaan? Ja. Ja. Mm-hmm. Diep van binnen zijn we met z'n allen wel perverte zwijnen of zo. Hè. Het is natuurlijk pas als het naar buiten komt dat je ineens een stoutrik bent, maar eigenlijk... Maar dan nog, ik bedoel, het is toch steeds niet dat ze iemand pijn heeft gezien. Ze gaat zelf het prikkend gezicht halen. Ik heb wel gehoord dat van urine in uw ogen dat je daar blind kunt van worden, dus... Op dat vlak kan dat wel gevaarlijk zijn, denk ik. Ja, dat is... Ik heb gelezen het verhaal van de Vos Reinaert. Ik heb in de... Ja. Wacht, hè. Die ene film waarin dat Jan de Kler die een soldaat speelt. En hij wordt dan in zijn ogen gepist of hij wast zijn ogen. Hij wast zijn gezicht. Oh, de Zepken. Nee. Echt een film van... Maar, god, dat verhaal. De Loteling.
Enfin, dat is een film en daar had ik die van heel jongs af aan gezien, misschien ook net iets te jong, want dat was wel iets dat mij bijgebleven was. Van, want hij werd dan blind door die pis in zijn ogen en ik vond dat wel heel een hard en sterk beeld of zo. Ja. Is zo een vervelende scène die jij in je carrière als acteur ooit hebt moeten doen, Kevin? Een wat? Een bevredigende scène, zoals die scène van Jan de Kleijer met zijn pis in zijn ogen. Dat moest een vrage scène zijn geweest voor Jan de Kleijer zijn carrière. Heb jij nog zo'n vreemde scène? Ik weet niet of dat raar zou geweest zijn voor Jan de Kleijer, want ik veronderstel dat dat geen echte pis zal geweest zijn of zo. Dus allee, je zei iets aan het spelen op die moment. Maar nee, ik bedoel, voor mij was dat beklijvend. Klein en dot om te zien dat ze... Want dat zag er gewoon echt niet aangenaam... Allee, dat was goed gespeeld, hè. Dat zag er gewoon echt niet aangenaam uit. En dat zag er brandend en pijnlijk uit. Met als gevolg dat hem dus blind geworden was. Dus dat was mij bijgebleven. Zo van, ah ja, met andere woorden, lesje geleerd. Niet in je ogen plassen. Dat is gewoon niet doen. Niet doen. Niet in je eigen ogen plassen, hè? Nee, niet in je eigen ogen plassen, nee. Ja. Dus om te beginnen ook nooit tegen de wind in plassen, hè. Dat is een goed begin. En ook niet met een erectie... Tegen de wind in plassen. Want ja, dan wordt de kans natuurlijk alleen maar groter. Hangt er vanaf hoe groot die erectie is natuurlijk. Ja, inderdaad. En de bepaalde manier hoe de penis in C dan ook gebogen staat natuurlijk. Ja, als je een soort van periscoop... Weet je zo'n ding nou? Bij zo'n duikboot? Ja, periscoop, ja. Periscoop, ja. Als een periscoop eroverheen gaat. Ja. Kan, als je u bukt, als je op tijd bukt natuurlijk. Of zo. Dat is je vooruit. Ja. Dus al. Achteruit toch? Nee, vooruit. Ja. Maar dat is spannend, hè, met een erectie. Of hebben jullie dat? Ik voel me zo vies, joh. Als 40-jarige tegen zo'n jongen van 20 overplassen met een erectie praat. Ik snap wel dat we geen kinderen hebben. Okay. Nee, dus ik ga de opdracht gewoon zo. Voilà, ik heb de opdracht gedaan. Is dat de... Ja, maar nee, wacht, als ik mij niet vergis. Je zei letterlijk hard, mezelf hard in het gezicht slaan. Dit was gewoon echt... Ja. Ja, wacht. Voilà. Ik heb het al gedaan. Ja, maar volgens mij zei je ook mezelf hard met de vuist in het gezicht slaan. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee. Met een metalen voorwerp of zo. Nee, dat was niet... Nee. Nee. Dus die opdracht is al gedaan, Louis, dan? Voilà, ziezo, het is gelukt. Ja, en dan ga ik tegen de aflevering van zaterdag. Ja, zaterdag is de volgende aflevering. Dan heb ik de zonnewende aflevering. Ja, ik ga hem... 11 uur 's nachts een aflevering opnemen, omdat de zon dan het langst op is en dan terug vermindert. Dus ik heb een zonnewende aflevering. Oké. Okay. Ja, ik vond dat dat een uniek natuurfenomeen was, dat te onderbelicht was. De zonnewende. Dus ik dacht, ik doe er iets mee. Speciaal voor u, voor de kern van de luisteraars die dan... daarmee bezig is met de zonnewende en zo. Nee, gewoon omdat ik dacht van, ik heb een insteek nodig. En dan had ik plots een insteek. Wat? Is dat dan de langste dag van het jaar? Nee, toch? Ja, jawel. Dat is, nu zaterdag is de langste dag van het jaar. Oké. Okay. Het is al zo snel aan juli eigenlijk, hè? Mij niet. 20 juni. Zonnewende. De zon gaat dan om 23:45. Alright, dan gaan we niet te vroeg mogen opstaan. Anders zijn we weer al moe tegen dat het fenomeen zich voordoet. Ja. Of veel slow koffie drinken natuurlijk. Of niet in zand gaan leggen. Dat helpt ook. Ook al, dat is waar. Mulle zand, lekker. Is jij ook zo zandkoeken? Nee, ik eet echt bitter weinig koeken. Ik ben echt geen koekenfanaat. Ja. Ja, dus eerder taart dan koeken. Ik ben ook niet zo'n taartfanaat. Maar als ik taart moet eten of eet, dan liefst van al zelfgemaakte chocoladetaart. Maar echt, met echt
Oeh, echt. Wow, vies veel chocola in, weet je wel. Zo, wow, chocola. Ja. Ja. Dat weet ik niet. En gezout? Leg eens uit. Oeh, ah. Ja, sorry. dat je daarin bijt en dat je echt zoiets hebt van... Dat is wat er bij mij gebeurt als ik dus echt de pure chocoladetaart eet. Ja. Ik kan zeg je echt... Met een mond vol, een gezicht vol chocolade. Ja. Fantastisch. Ik kan het iedereen aanraden. Voor minder doe ik het niet, hoor. Nee, voor minder doe ik het niet. Anders gewoon geen chocoladetaart. Maar nu begrijp ik het, ja. Ik ben nu echt aan het denken dat ik het vreemdste stuk vond in deze aflevering. Dit? Of dat van die erectie? Ja, ben ik niet helemaal uit, maar... Alleszins, de link is, lijkt me wel duidelijk. De cirkel is rond. Erecties en chocoladetaart. Jawel. Ja. Right. We zijn ook al een uurtje bezig. Ja. Ik denk dat dat goed is, eigenlijk. Moest ik nog iets zeggen? Ik had enkele onderwerpen opgeschreven. Ja, ik had voorbereid en al. Dit was de intro. Zalig. Hm? Dit was even de intro om elkaar beter te leren kennen en zo. En nu komen de vragen dan. Ja. Zalig. Oké. Okay. Zouden er al mensen in slaap zijn gevallen nu? De mensen die dit voor het slapen gaan beluisteren, waarschijnlijk hopelijk wel. Anders gaan die een heel korte nacht hebben. Ja. Ja. Er zijn ook mensen die s'nachts luisteren. Die s'nachts moeten werken en dan luisteren. Dat kan ook. Ja. Zijn er nog vragen, Louis? Ja, ik heb nog dingen opgeschreven. Zalig. Misschien moeten we zo... Jij stelt een vraag en zo speed vragen. Vragen. Zo snel mogelijk antwoorden, zonder al te veel na te denken of zo. Oké. Of niet, hè. Allee, ik bedoel, het is maar een insteek om het zo... Kafant. Wow. Ja. Ah nee, dat was chocolade. Om het wel minder slow te maken. Ja, dan heb je toch over slow. Toch minder slow gaan. Niet erg, maar... Ik wilde eigenlijk nu gewoon, ik dacht een uurtje... Hoe lang moeten we nog? Hoe moeten we nog? Bij je Facebook. Ja? Vraag, als je in de bak hebt gezeten, zit er al veel te lang in zit, en dan vraagt, hoe lang moeten we nog? Mag ik eruit? Ja. Oké. Het is een baningshap voor jou. Ja, sowieso. Nu dat ik sowieso nog ging vragen, is van... juist. Kevin, ik had nog eigenlijk één vraag die ik had gezien. Ik heb eigenlijk alle onderwerpen al aangehaald, die ik ging aanhalen. Ik heb de opdracht al gedaan en zo. Dus ik had nog één vraag, omdat ik had gevraagd aan Maarten, wat heeft dat bepaald met comedy, in de lockdown. Maar Kevin, hoe is jouw teksten en zo? Je bent vooral bezig met SK Belleman, denk ik. Ja? Ja, ik heb... Heb je veel invloed ervaren van de afgelopen maanden? Ik ben zelf ook wel aan het schrijven, denk ik, zaalshow zou fantastisch zijn, maar ook een soort van, ik zou graag een cabaretvoorstelling maken, dus ook heel verhalend. Was Dooshoofd niet? Nee, Dooshoofd was eigenlijk ook wel een verhalend cabaret, maar vooral ook poëtisch, dat was even een... Ja. Maar dat was eigenlijk een concept op zich en dat is afgewerkt. Ik ben nu virusversen aan het schrijven met SK Belleman, dus dat wil ik ook wel uitbrengen onder de naam virusversen. Dat zijn dus allemaal gedichten dat ik geschreven heb. Maar ik zou ook wel heel graag een cabaretteske zaalshow in elkaar flansen en boksen. Dus voilà. Dus Maarten, de vraag ook wel, wat ik u sowieso wil stellen. Uw voorstelling dus dat nu, dat je dus speelt over het ouder moeten worden...
Waar kan ik dat gaan? Of waar kan ik kaarten of zo aanschaffen of kopen? Of... Ja, dus, de tournee, ja, dat is natuurlijk een beetje vaag allemaal. Ja, nee, ja. De tournee volgend jaar, maar ik heb nog niet online gezet. Oké. Okay. Waar woon je? Jij bent in Brussel, hè? Dan. Ik woon in Brussel, maar ja, ik vind het niet, erg, echt, niet echt erg om... Allee, het hoeft daarom niet... Ik moet niet naar een voorstelling gaan kijken omdat ze in Brussel speelt of zo, snap je? Ik wil best wel... Kom ook naar Mechelen toe trouwens. Naar Mechelen, dat is vlakbij, hè? En naar Antwerpen weer. Ja, ja, ja. En eigenlijk overal. Wacht, ik zoek even de... Ik kom ook naar vlakbij Kortrijk. Nee, ik kom ook naar Kortrijk trouwens. In Wevelgem. Ja, ja. Dat is natuurlijk wel al wat verder dan Mechelen bijvoorbeeld. Maar... Ja, ja, maar het was meer voor Lobby, hè? Dat hij ook eens live kon komen. Ja. Ja. Of, ja, waar kom ik aan? Antwerpen sowieso. Ik had dus de Arenberg Schouwburg uit het niks 2 keer uitverkocht. Grote zaal. 2 keer? 2 keer. Huppakee. Een bezetting, volledige bezetting, niet 200 man bezetting. Of... Nee, volledige. Ja. Eentje had ik al gespeeld, maar die andere moet nog hernomen worden in september. Maar dat zie ik ook niet gebeuren. Dus dat wordt nog even spannender. Ja. 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 Ja, jongens. Enfin, maar het komt er wel. Allee, het zit eraan te komen. Hè? Dus, ja, het zal de derde. Ah ja, dat het weer vol kan. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben ongelooflijk benieuwd wat ze over 2 maanden over de voorstellen eigenlijk. Ja. Van echt alle kanten op. Hè? Maar, ja. Maar nu toch, wat je van iedereen hoort, hè, die, als er weer zo'n golf aan komt, is dat het van die plaatselijke dingen gaan zijn. Plaatselijk? Ja, dus dat er in Kortrijk een besmetting is en dat er bijvoorbeeld even Kortrijk en de omliggende dorpen in lockdown moeten ofzo. Ja. Ik weet ook niet of dat... Ik weet niet of dat, of dat ze het nog gaan gedaan krijgen om een ganse natie of de wereld nog eens volledig in quarantaine te zetten. Ik denk dat er heel, heel weinig mensen daar zitten op te wachten, laat staan, zin in hebben om dat nog eens zomaar te ondergaan of zo. Of even, dus stiekem allemaal nog wel zin in. Om eerlijk te zijn, was die maand, de eerste maand van de lockdown, een van de gelukkigste maanden die ik in de laatste jaren gehad heb. Ja. En toen begon ik die voorstelling weer via Zoom aan te bieden. Toen was ik meteen weer zo'n dure celkonijn, zeg maar. Ja. Ja. Dus misschien willen we stiekem wel. Ja. God, we moeten maar aan Mark van Rans vragen. Ja. Mark van Rans. Ja. Ja, nee, oké. Voilà. Dat waren de... Ja, jullie hebben nu ook reclame kunnen maken voor jullie komende performances. Er zit sowieso 100 man in de zaal, Kevin, als je gaat spelen. Sowieso. Ja. Fantastisch, toch? Maar dan, ik stel voor dat we dan nog eens afspreken, dat we dit nog eens opnieuw doen, net ervoor, dat ik dan ook nog letterlijk nog eens frisse reclame kan maken en zo. Hè. Ja, nee, titel hebt en zo. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, want kinderschoenen, hè. Echt even af. Goh. Dat is een goede titel, kinderschoenen. Toch? Ja, en wel ook. Ik dacht dat ik het gevoel dat mijn verbinding wegviel. Heb je titel gezegd? Of? Kinderschoenen. Laat ons ervan uitgaan dat dit momenteel de werktitel is. Kinderschoenen. Niet slecht, niet slecht. Ja. Kinderschoenen, ja. En chocoladetaart. Wauw. Ja, dat zijn dan de recensies. Wow. Dat is wel goed dat je het zo noemt. Wow. En wat vond u van de voorstelling? Standaard. 4 sterren. Wow. Ja. Dat is slimmer. Clara, u bent naar de voorstelling geweest. Ja. In tegenstelling tot wat we eigenlijk ervan verwachten, kwam er wel heel weinig in de voor. Ja. We vonden, toch beter. Ja. Zijn eerder werk. Dat is toch beter, ja. Dat is oorspronkelijker. Afijn, je gaat er nog van horen. Amai. Ja. En juist, ik heb ook voor de mensen dat denken van, ah ja, kan ik een fragment horen uit een boek van S.K. Belleman via de Poet Society, heb ik onlangs een fragment voorgelezen uit Dooshoofd. Dat was Dooshoofd dan, hè, dat waarschijnlijk. Ja. Allee, dankjewel, tof. Ah, dan ja. Er zijn nog altijd dichtbundels te koop van de eerste druk, dus voilà, bij deze. De Poet Society is zo'n Instagram-pagina waarbij zo mensen een fragment voorlezen uit een boek en zeggen... Ja, zo'n klein beetje informatie geven waarom ze wel fragment hebben gekozen. Ik heb dus een fragment gekozen over een comedian. Heel veel fragment. Ja.
Dat heb ik gekozen. Muchos gracias, Louis. Maar lees nog eens voor anders. Hm? Ja. Lees nog eens voor anders. Moet ik een fragment voorlezen? Ik heb het boek daar liggen. Ja, dat is wel super raar, maar oké. Okay. Wat is er raar aan? Ça va. Wat wil je daarmee zeggen dat mijn teksten raar zijn of zo, Louis? Wat? Nee, het is te raar om een moment voor te lezen van een auteur die voor mij zit, maar... Hm? Maar inleving, hè, Louis? Inleving. Ja, ja, ja. Dat is wat je moment terugvindt. Laat dit de opdracht van deze podcast zijn, hè. Dan heb ik... Ah ja, het fragment was de tragiek van het alsmaar grappig moeten zijn. Met een doos als een hoofd zat hij daar. De komiek. In gewicht uitgedrukt, eerder zwaar dan maar. Kniezend, knagend. Zichzelf afvragend tussen hoge bomen en dagdromen. Hoe grappig zijn op het juiste moment, zonder dat men het al van mijlen weg aanziet. Puntje, puntje, puntje. Heb je puntje, puntje, puntje ook aan voorgelezen? Ja, nee. Want ik dacht, dat zijn leestekens. Leestekens spreken niet uit op. Uitroepteken. Ja. Voilà. Hallo? Ja, dat is mooi. Dat is een tekst. Jammer dat het zo slecht is voorgelezen, maar... Ja, wel, ik wou het eigenlijk niet zeggen, maar... Normaal gezien moeten dus leestekens inderdaad niet luid op zeggen als ze dan mee worden gebracht in de intonatie of zo, maar dat was er niet. Dus ik dacht, ja, ik ga toch even zeggen, puntje, puntje, puntje. Ja, nee, helemaal. Ja. Ja, oké. Okay. Bedankt dat ik met zo een... Ja, verborgen belediging deze aflevering kan eindigen. Nee, helemaal niet. Bedankt om dat fragment voor te lezen. En bedankt om ons te hebben ook, hè. Nee, ik wil graag bedankt worden om gehad te zeggen. Ja, voilà, oké, dat is goed. Ik bedank jullie om via het online gegeven te gast te kunnen zijn. Mm-hmm. Voilà. Is het een beetje goede podcast deze, of niet? Ja. Vooral een stuk van die... Wow, oh, als, Louis, als je nu... Als dit een pakje Jacques Mot zou moeten zijn, dus als je op schaal van intensiteit van 0 tot 10, welk cijfer zou je er dan aan geven? Zo? Als dit, als podcast, dat zakje was? Nee, ja, gewoon de intensiteit van het ganse... Hoe? Ja, als je een kreet moest uitdrukken. Wil je deze podcast beoordelen met een kreet, Lobby? Of kan ook, hè? Dat was eerder jazz, maar oké. Okay. Eerder laag, maar. Ik moet één keer doen, Lobby, want ik ben even afgeleid door Kevin, was ik. Sorry. Met de free jazz. Mm-hmm. Dat is toch dat free jazz klinkt, denk ik, maar ja. Wat doe je eens? Wat? Zo? Zo. Dat is wat jij ervan vond van deze aflevering. Mm. Ah, nee, wacht, dat is de ene zo troevig. Wacht, ik ga het opnieuw doen. Oh, mooi. Da. Goed, dat vind ik een goede afsluiter. Vind ik goed. Ja, voilà, dat de. Ja. Op de schaal van waaah, vond ik dus. Ja, voilà. Dus een 7 op 10 moet ik ongeveer zien. 7,5, we gaan nog een halfje geven. Voor de moeite. Nee. Voilà, ik was. Dat was lockdown. Voor! Het is nu net 15 uur 15. Dat gewoon nog even. Ik zie dat je net verspringen in de hoek van mijn beeld. En dat is heel raar. Ik weet niet of dat jullie dat ook soms hebben, maar ik heb nu gewoon, dat is mijn periodes. Ik heb nu echt bijna iedere dag dat ik nu, als ik op het uur kijk, dat dus altijd zo 11-11, 15-15, 21-21. En blijkbaar heeft dat altijd iets te betekenen. Je kunt die getallen ook gaan opzoeken. En daar staan dan zo van die
sterrenbeeldachtige uitlegjes bij. Zo. Ik dacht, ik geef het even mee, sorry. 15-15. Oké. De nieuwe musical van Studio 100, 15-15. Ja, snel ophouden voor het 15-16 is. Ja, nee, nog niet. Nee, dag! Oh, oké, dit was de lockdown voor vandaag. Maarten Westerhoeksema is weg. Ik was liever nog thuis. En dat was niemand minder dan Kevin Bellemans. Bye. Dag.